Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij deze politiek café in de Hanzestad. U in de zaal, maar natuurlijk ook uw luisteraar thuis. We gaan een discussie houden over twee verschillende punten en met twee verschillende inleiders. We beginnen met een inleiding door wethouder Martin Ecker. En ja, een inleiding zeg ik, dat wordt natuurlijk geen kwartier, dat wordt even een aangevertje om het zomaar even te zeggen. En daarna gaan we over deze aangever, die gaat over bezuinigingen als voorgesteld door het college. Of wellicht over andere bezuinigingen. Daar gaan we over praten met een panel dat bestaat uit de heer Bert Wever van de VVD, mevrouw Hilde Palland van het CDA, de heer Pascal Jacobs van D66, de heer Klaas Kneijnenberg van het GBK en Richard Boudeus van de SP. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, zou ik zeggen, meneer Ecker, misschien wilt u het spits afbijten vanavond. Dat doe ik graag. Er is mij gevraagd een kwartier inleiding te houden. Het is nu ingekort naar 2 minuten, dus dat wordt een hele snelle bezuiniging dit jaar. Wij staan weer voor een nieuwe opdracht. En we hebben er net eentje achter de rug van een paar miljoen. En dat is niet makkelijk gegaan. En dat jaar daarvoor is het bezuinigd en daarvoor is het bezuinigd. En warempel, nu staan we weer voor een nieuwe bezuiniging. En dat willen wij dit jaar nog breder en massaler aanpakken voor wat betreft ideeën. Het kopje wat ik toegezonden heb gekregen, daar staat bezuinigingen zoals voorgesteld. Nou, helaas zijn we nog niet zover, want we zitten nog in de beginfase. We weten ongeveer alleen hoeveel we moeten of gaan bezuinigen. Voorlopig met de cijfers die we hebben, en in het kassenhuis zitten de deuren nog dicht, weten we het niet exact, maar 1,2 miljoen van het gemeentefonds, die hebben we alvast denk ik voor de kiezen. Daarnaast hebben we decentralisatie van de sociale domeinen. We hebben nog wat negatieve grondexploitaties, heb ik me laten vertellen door een collega. Kortom, genoeg om opnieuw onder tafel te gaan om te gaan bezuinigen. En dan wordt er in het stuk ook gezegd van bezuinigen. De vraag is, wat blijven we wel doen, wat blijven we niet doen? Gaan we kaas schaven of gaan we grote happen pakken? Dat mogen we met z'n allen gaan bepalen en gaan bediscussiëren. Gelukkig gaan we dat dit jaar, zoals ik begin van mijn betoog al zei, vanaf onder opbouwen. Dus wij willen een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dat betekent dat we niet van bovenaf, zoals vaak gebeurt door tijdgebrek, voorstellen gaan doen die niet uitvoerig uitgediscussieerd kunnen worden van wat we wel of niet gaan doen. Dus ik hoop ook vanavond met een aanhanger met ideeën terug te gaan naar het gemeentehuis om het werk voor onze ambtelijke staf te verlichten en dat ze niet alleen in het huis moeten gaan zoeken en altijd maar moeten denken van waarom moeten wij alleen maar op formatie bezuinigen. Dus we willen het graag breed inzetten. Dus vandaar deze discussie. Ik ben zeer benieuwd wat voor nieuwe ideeën en goede ideeën we vanavond mee kunnen nemen. Ik geef u graag het woord terug. Ja, en u zei al, we hebben nog niks vastgesteld, maar er zijn toch in de loop van de afgelopen maanden zijn er toch al een aantal dingen gesuggereerd, ook door het college en ook door een vaststelling in november vorig jaar al op welke dingen er wellicht bezuinigd gaat worden. Toch zitten we hier dan met een vrij open doel en zou ik toch de panelleden willen vragen wat zij vinden. Waar zou erop bezuinigd kunnen worden? Want ik heb ook iets gelezen van bijvoorbeeld een lichte verhoging van de leges. Maar daar zijn we dan natuurlijk lang niet mee, want er komen gigantische kortingen vanuit het Rijk op ons af. Ik ga hier maar eens beginnen. Meneer Wever, wat vindt u als u gewoon tegen het hele pakket aankijkt? Wat zou er gedaan moeten worden het komende jaar? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ik denk het is goed is om even aan te geven wat voor proces wij op dit moment zitten. We zitten eigenlijk wat te vroeg hier aan tafel, denk ik. Want uiteindelijk, we hebben als politiek besloten om de ambtelijke werkgroep balans weer in stelling te brengen. Want die heeft natuurlijk ook het vorige bezuinigingsproces begeleid en voorbereid.
We hebben daar nu een externe partij bij betrokken, maar die mensen zijn volop aan het werk om een pakket aan bezuinigingen voorstellen te formuleren ter grootte van ongeveer 3 miljoen. Want dat is de opdracht die ze meegekregen hebben. We moeten ongeveer in totaal 2 miljoen bezuinigen, dus dat is best wel een hoop geld natuurlijk. Maar goed, om er nu al een voorschot op te doen, is natuurlijk, daar voel ik me wel wat ongelukkig bij. Want eigenlijk moet je die mensen eerst het werk laten doen en dan vervolgens daar wat van vinden. En dan kom je ook met ideeën. Maar goed, we zitten natuurlijk niet voor niks aan tafel. En ik heb natuurlijk als VVD hebben we natuurlijk wel een aantal ideeën van wat kan dat op zou kunnen. Ik wilde wel even bij benadrukken dat we wel in dit proces met echt wat pijnlijke beslissingen zullen moeten komen. Want uiteindelijk, we hebben tot nu toe eigenlijk met de kaaskafmethode toch de bezuiniging kunnen realiseren. Uit alle haarvaten van de organisatie zijn die ideeën gekomen. Maar goed, nu moet je echt, wil je dus dat de bezuinigingen halen, die 2 miljoen structureel per jaar, dan moet je toch echt wel pijnlijke beslissingen nemen. Nou, we hebben bijvoorbeeld één punt die we toch ter discussie willen stellen. We staan natuurlijk voor de nieuwbouw van hier een zwembad in Kampen. Ja, dat is een investering van 14 tot 16 miljoen, daar staan we voor. En we hebben ook gekeken naar het programma van IJssel wat er op dit moment onder ligt. En we hebben eigenlijk het idee om eens te kijken van, is dit nu wel de goede keus die we maken? Moeten we niet eens kijken, daar zijn we eerder geluiden over geweest, er is ook een onderzoek over geweest, maar moeten we niet eens kijken van, wat kunnen we nou bijvoorbeeld met het bestaande bad? En wat doen we bijvoorbeeld met het bad in IJsselmuiden? We hebben in de coalitie afgesproken dat we die in ieder geval willen privatiseren. Nou, zet dat in ieder geval in, want dat is wel heel erg belangrijk. Dus op dat vlak is er misschien best wel wat te oogsten. En dan praat je over substantiële bedragen. Want dan praat je niet over een 50.000 euro of 100.000 euro structureel. Dan praat je echt over 500 tot 800.000 euro op jaarbasis. En daarnaast wat we ook een punt van aandacht vinden. Dat is natuurlijk het kijken van wat besteden wij hier in deze stad nou aan de postsubsidies. Breng die ook eens vallen zitten inzichtelijk voor de hele bevolking. Waar het geld allemaal naartoe gaat. En dan kun je natuurlijk een discussie over voeren. Moet dat nou wel op dit niveau blijven? Ja. Nou, die kanten denken wij op. Oké, ik ga toch even naar hiernaast. Hier heeft Klaas Kneijnenberg van de gemeente Blankampen. Meneer Kneijnenberg, u hebt het betoog net van de heer Wever gehoord. Hoe kijkt u als partij tegen die komende bezuinigingen aan? Zit u een beetje in dezelfde richting te denken? Of zegt u van nou, wij hebben hele andere oplossingen als we toch over bezuinigingen hebben? Nou, één opmerking vooraf. Ik ben blij dat we medestanden nu krijgen in de VVD over het renovatie van het zwembad. Want dat hebben wij al eerder voorgesteld, ook een onderzoek naar laten doen. En we waren roepend in de woestijn. Nee. En wij kregen daar in ieder geval geen voldoende steun in van andere partijen. We zijn blij dat daar nu waarschijnlijk meer aanhanging komt in de Raad. Dat zal in ieder geval een groot gedeelte aan bezuinigingen al oproepen, want die 14 tot 16 miljoen die genoemd wordt, je moet nog maar afwachten of dat afdoende is. Het zwembad in IJsselmuiden sluiten, nou, dat is voor ons een brug te ver. In IJsselmuiden is al zoveel weggegaan uit het dorpshart en uit de gemeenschap daar. Wat in het verleden wel beloofd was, dat daar zou blijven, dus dat is ons nog een brug te ver. De subsidies die kun je best tegen het licht houden van of er nog wat tussen zit. Maar heel veel is al behoorlijk de kaasschaaf overheen geweest. Dat zal moeilijk worden. Maar ik zal een grote opnoemen. IJsseldelta Zuid. Er is van gezegd, nou, we moeten temporiseren, stilleggen. Nou, als ik kijk of er aan inhuurkrachten aan ambtenaren, wat of niet voldoende aan ambtenaren is, maar wat of een inhuurkracht wordt ingehuurd. Dat is iets van 3 miljoen voor bureaus, zeg maar, voor projecten. Waarvan 8 à 9 ton alleen al voor dit project is. Nou, dat is al een behoorlijke bezuiniging als je daar al mee gaat beginnen. Ja, goed, ik ga even door. Het lijkt me goed om nu weer even de coalitiepartij aan het woord te laten, mevrouw Pallant. U hebt net wat argumenten gehoord van zowel het GBK als van het CDA. Hoe kijkt het CDA? Van GBK en de VVD. Hoe kijkt u als CDA daar tegenaan? Nou ja. De eerste constatering is al belangrijk. We zitten nu nog in een voorfase, dus we zouden de bezuinigingsvoorstellen moeten afwachten. Natuurlijk hebben ook wij onze ideeën daarbij. We hebben in 2010 al als coalitie zeg maar 5 miljoen bezuinigingen ingezet. Toen vond men dat al aan de vroege kant, van nou laten we nou eerst maar eens afwachten. Ik denk toch dat het heel verstandig is geweest dat we dat al hebben gedaan.
Toen is er behoorlijk in de bedrijfsvoering al zijn er bezuinigingen doorgevoerd. Maar ook bij verenigingen, bijvoorbeeld ten aanzien van subsidies die de heer Wever benoemt. Ik denk dat het goed is om te kijken naar subsidies. Maar aan de andere kant denk ik, wij hebben een hele goede verenigingsstructuur in Kampen. Hij heeft ook heel veel sociale meerwaarde. Dus ik zou die ten principale willen ontzien. Want daar valt ook niet zoveel te halen, zeg maar. Als je daar wat met tarieven gaat doen of op subsidies gaat beknibbelen, levert dat voor de gemeente Kampen, voor de KAS, maar weinig op. En je haalt toch een belangrijke basisinfrastructuur. Daar ga je aan knagen, zeg maar. En dat zou ik niet willen doen. Waar wij meer naar zitten te kijken is de kleiner wordende overheid. Kijken naar samenwerking binnen gemeenten. Geen fusies, maar wel samenwerken. Er komen heel veel taken op de gemeente af vanuit het Rijk. Dat is goed, want dan kunnen we maatwerk toepassen. Maar aan de andere kant hoeven we ook niet allemaal als gemeente het wiel opnieuw uit te vinden. Dus zorg nou dat je dat samen kan doen, kennis kan delen. En kijk of je daar met name bezuinigingen kan realiseren. En dan kan je ook die sociale verenigingsstructuur, zeg maar, van de gemeente Kampen. Want de gemeenschap zal steeds meer zelf dingen moeten gaan doen. Ook in de WMO bijvoorbeeld, de kanteling van de wet maatschappelijke ondersteuning. Wordt een beroep gedaan op de burgers. Dan moet je juist die verenigingsstructuur daarin ontzien. Ja, helemaal duidelijk. Meneer Boudet, de SP die heeft wellicht ook ideeën over komende bezuinigingen. Bent u het eens met voorgaande sprekers? Of zegt u van wij als SP hebben daar toch wel een heel ander idee over? Nou, eigenlijk zou je eerst ook moeten kijken, tenminste dat wil ik toch wel eerst even zeggen, van waarom zitten we hier aan tafel en waarom zouden we moeten bezuinigen? Kijk, en het kabinet Rutte, die zit nu 1,5 jaar is aan de macht. De VVD had tijdens een landelijke verkiezing de slogan, de economie kan wel wat meer VVD gebruiken. Maar we zien het nu, we zitten nu in een recessie, de werkloosheid loopt op, mensen hebben geen vertrouwen meer in de economie, ze geven minder uit. Dus het is een reeks van oorzaken waarom we hier aan tafel zitten. Allemaal te danken aan het kabinet Rutte met de VVD en de PVV. Dat wou ik eerst even zeggen. Dan wil ik me eigenlijk wel graag aansluiten bij de GBK. Want wat zegt de GBK? En wat wij eigenlijk ook wel voorstaan is, kijk nou inderdaad naar dat zwembad. Is dat nu nog nodig om zo'n grote investering te doen, 14 tot 16 miljoen? En zou je dat niet toch wat beter kunnen doen met minder kosten? Dat is één ding. En twee, natuurlijk ons project IJsseldelta-Zuid, of tenminste het project IJsseldelta-Zuid, wat niet ons project is. Daarvan zouden wij ook zeggen, nou eigenlijk schrap het hele project maar, want dat brengt Kampen in ieder geval niet veel verder. Bovendien hebben we heel veel gronden waar nog heel veel huizen op gebouwd kunnen worden. Dus dat moeten we eerst zorgen om dat vol te krijgen. Ja, maar u weet, de huidige coalitie stelt dat die bypass er niet alleen komt voor de huizen. Er zit ook nog een stukje veiligheidsaspect aan. Ik ga daarvoor even naar D66. Pascal Jacobs. Meneer Jacobs, hoe denkt u daarover? Ja, misschien kunt u even duidelijk maken wat u bedoelt met er zitten veiligheidsaspecten aan. Want dat klopt inderdaad. Natuurlijk zitten er veiligheidsaspecten aan. Maar wat bedoelt u met in financiële zin, wat dat voor gevolgen heeft? Ja, de volgende zin is dat je dat ding hoe dan ook vanwege veiligheid toch zou moeten aanleggen. Ja, maar dan moet je even twee dingen duidelijk scheiden. De bypass die wordt aangelegd met het oog op de veiligheid, de waterveiligheid. Daar zijn allerlei knappe knoppen die erover hebben nagedacht van moet dat wel of moet dat niet. Die besluitvorming die ligt op dit moment in Den Haag. Daarnaast is het zeg maar een regioverhaal geweest, dus de provincie en de gemeente Kampen, om bij de bypass woningen te gaan bouwen. Dat zijn twee dingen die je duidelijk uit elkaar moet trekken. Wat ons betreft is het geen goed idee om woningen neer te zetten bij de bypass over de Zwarte Dijk. Daar zijn we heel erg lang duidelijk over geweest en dat standpunt dat handhaven. Dus wat ons betreft kan het ook zijn, en dan sluit ik me aan bij datgene wat de heer Boudet zegt, de heer Knijdenberg, van hou nou op met dat soort dure plannenmakerij.
daar sluit ik me volledig bij aan. Mocht het toch zo zijn dat dat Den Haag zegt van vanwege de waterveiligheid is het nodig dat die bypass er komt, ja, dan komt die bypass er gewoon. Maar wat mij betreft komt die dan zonder woningbouw. Zo simpel is het. En dan heb ik me toch laten vertellen dat de financiering wat betreft de gemeente Kampen voornamelijk zit in toch wel het huizige deel. En die infrastructuur die daarbij hoort, hoe moet die bijpas en dat bedrag wat wij als gemeente daar reeds hebben ingestoken, hoe moet dat worden terugverdiend dan? Nou, dat is een interessant verhaal. Ik zou de rekening in ieder geval ten eerste bij de coalitiepartijen willen neerleggen. Die mogen wat mij betreft daar ten eerste over na gaan denken. Maar goed, zover is het natuurlijk op dit moment helemaal niet. We zijn binnenkort komen de grondexploitaties aan bod. En ook een keer het verhaal, de gronden die zijn aangekocht voor de IJsseldelta Zuid. De Reven moet ik dan nu zeggen. Dat denk ik van nou, dat is voor dan even het probleem. Nu moeten we kijken naar hoe kunnen wij 2 tot 3 miljoen euro vinden structureel per jaar. En dat is al een belangrijke opgave. Hoe we dat doen? Ik gaf al aan, dure plannenmakerij ten opzichte van bijvoorbeeld iets als IJsseldelta Zuid-Reven. Houd daarmee op, dat is duidelijk. Ook andere dure plannen die aardig zijn, maar heel erg vanuit het verleden, vanuit die structuurschets, denk ik van nou, maak daar even pas op de plaats. We hoeven voorlopig wat mij betreft niet na te denken, een dure bureaus in te huren voor een tweede Zuiderzeehaven of iets dergelijks. Doe dat nou even niet. Wij zeggen, ga kijken naar het versterken van de bestaande stad. En probeer daar dan die groei die je verwacht of wil realiseren, daar te maken. En dat kost ook wat minder geld, vermoed ik. Het gaat alleen maar over de plannenmakerij en zo. Dus dat zijn zeg maar zogeheten quick wins. Andere quick wins, wat ons betreft, het zwembad. Natuurlijk moeten we even kijken of het beter is om te renoveren dan wel volledig nieuw te bouwen op een andere plek. We kunnen vrij snel winst boeken door de zwembad Zonneberg gewoon te sluiten. Het rendeert niet. Het zal ook niet renderen. Kortom, ja, dan moet je gewoon de knoop durven doorhakken. En ik heb niet de indruk dat dat hier gebeurt. En tot slot vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste wat er qua bezuiniging moet gebeuren is hervormen. Keuzes maken. Kijken naar die stip op de horizon. Waar wil ik heen met de gemeente Kampen? Bij de vorige bezuinigingsronde hadden we eigenlijk die tijd niet. Nu hebben we die tijd wel. En ik zou zeggen, laten we daar ook gewoon gebruik van maken. Waar willen we heen met de stad? En hoe kunnen we dan zorgen dat datgene wat we doen goedkoper en beter kunnen doen? U heeft uw punt gemaakt. Ga ik even naar Piet van Ommen. En die gaat toch even rondkijken in de zaal. Want ik denk dat er wellicht in de zaal ook ideeën leven over hoe er bezuinigd zou kunnen worden. Bent u het met de standpunten eens die u hier achter de tafel hebt gehoord? Of zegt u van nou, ik heb ook nog wel een eigen idee? Wie kunnen we daarvoor aanschieten? CQ Strikken. Ja, kijk, daar gaat al een hand omhoog. Rijen van het Hul heb ik gezien. Ja, ik wou dus net vragen, wilt u even zeggen wie u bent en wat uw vraag, CQ opmerking is? Nou, wie ik ben, dat is al gezegd. En dat klopt. er is een commissie in het leven geroepen, een half jaar geleden, die zich bezighoudt met de toekomst van het terrein van de Koggenwerf en de Buitenhaven. En er wordt regelmatig elke maand vergaderd. Er zijn al heel wat plannen, dat is nog in ontwikkeling. Dat hele plan wat dan naar boven moet komen, verbeteringen voor die Koggenwerf. Maar dan hoor ik dus hier alleen maar geluiden over bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Als de plannen straks allemaal op papier zijn en iedereen is het daarmee eens, dan denk ik dat er geld moet komen van gemeentewegen. En nu ik al die geluiden zo hoor, dan vraag ik mij af, is de toekomst voor die commissie, werkgroep, Koggenwerf Buitenhaven? Dat is eigenlijk de vraag.
Ja, met andere woorden, ik hoor u eigenlijk zeggen van er wordt hier over van alles gepraat wat er niet gedaan moet worden. Maar ik wil wel eens weten wat er nog wel mogelijk is. Onder andere met alles rond de Kochelwerf. Nou ja, ik zit zelf in die commissie. Kijk, en het is natuurlijk wel mooi als je allerlei mooie plannen uitkristalliseert. En waarvan iedereen het dan over eens is dat dat moet gebeuren op die Kochelwerf. Een nieuwe helling. Wat nieuwe gebouwen, misschien wel een andere locatie voor het horeca gebeuren. Nou, ik denk dat heel veel geld gaat kosten. En de gemeente zal daar misschien best wat aan willen geven. Maar ja, ik vraag me dus af, zit ik daar in die commissie niet voor niks te vergaderen? Ja. Wie wil daar van de commissie of van het panel hier antwoord op geven? Mevrouw Pallant. Ja, het is heel goed dat er ook zo'n geluid komt, want anders dan zakken we bijna met z'n allen in de mineuren voor vanavond. Maar het is heel belangrijk dat we ook juist investeren in de binnenstad. Niet voor niks is nu ook het project voor de Van Heutskazerne losgetrokken en heeft de wethouder, en zit hier aan tafel, dat ook voor elkaar gekregen om daar wat ruimte voor te vinden. Om daar een nieuwe invulling aan zo'n prachtig pand te geven. En ook die Kochelwerf is natuurlijk ontzettend van belang. En we moeten eerlijk zijn, we hebben niet veel geld voor nieuwe initiatieven. We moeten zoeken om geld vrij te maken, maar voor dit soort initiatieven is het ook heel goed mogelijk om bijvoorbeeld cofinanciering bij de provincie te organiseren. Die willen nog wel eens meefinancieren. En dit is, vind ik, een investering ook in de gemeente die juist weer geld op kan leveren op het moment dat je daarmee extra watersporters kan trekken. Toeristen die de Kochelwerf gaan bezoeken. En dat is een investering in de gemeente en ook in de binnenstad. En wat ook uiteindelijk weer in de economie en de winkeliers wat gaat opleveren. Iemand anders die wilde reageren? De heer Wever? Nou, wat ik als reactie daarop wil geven. Kijk, wat ook vaak in de landelijke politiek gebruikt. We geven nog steeds ontzettend veel geld uit natuurlijk. Ondanks dat bezuinigen, maar er zijn altijd nog miljoenen die hier uitgegeven worden binnen deze stad. En binnen dat budget maak je keuzes. We hebben afgelopen jaar ook nog een keuze gemaakt, bijvoorbeeld voor de Hanzedagen, die in 2017 georganiseerd worden. Er wordt gewoon budget voor vrijgehouden. Dit soort plannen als Kochelwerf, die zitten in de pijplijn, dat weten we allemaal. En straks hebben we natuurlijk met de begroting keuzes te maken. En ook hier zal uiteraard wel budget voor overblijven. Of het volledige budget, daar komt wat gewenst, is altijd de vraag natuurlijk. Ja, ik ga door naar Pascal Jacobs. Meneer Jacobs, wat hebt u hier nog over te vertellen richting de zaal en de heer Van Hul, denk ik met name? En ik wou het eigenlijk wat algemener of wat breder trekken. In dit geval, ik vind juist dit soort initiatieven van groot belang voor de stad. Ik had het net over, je moet keuzes durven gaan maken voor de lange termijn. Waar wil je heen met je stad? En op basis daarvan kijken hoe je het beter en goedkoper kan doen. Maar wat je ook moet doen is in de tussentijd kijken naar van waar wil ik in de tussentijd wel gaan investeren. En dit soort projecten zijn naar mijn idee, als je het hebt over bevordering van toerisme, versterken van de binnenstad, hele belangrijke thema's om in de toekomst te gaan investeren. Ook daar moet je ruimte voor maken. Dus je moet niet alleen gaan kijken van ik moet zoveel gaan bezuinigen omdat ik dan mijn huishoudboekje weer klaar heb. Nee, misschien moet je ook ergens anders wat knijpen of wat minder doen of echt duidelijke keuzes maken omdat je vervolgens wil investeren in andere zaken. Daar moet deze discussie straks ook over gaan, vind ik. Maar meneer Jacobs, ik heb van u vanavond nog niets gehoord waar iets concreets zouden we op willen bezuinigen. U blijft in algemeenheden. En wij geven in ieder geval aan. Heeft u misschien niet zo goed geluisterd, meneer Weber? Want ik heb het duidelijk gehad over. Ik heb duidelijk gezegd, wat ons betreft, is de sluiting van bijvoorbeeld de Soderberg gewoon aan de orde. We willen ook met u graag meedenken over dat zwembad, hè, wat daar moet gaan gebeuren. Als u dat niet concreet vindt, ja, dat weet ik ook niet meer. Heeft u misschien niet zo goed zitten opletten? Mag ik even op reageren? Het is nu vanavond wel de bedoeling dat we wat discussiëren met elkaar. En daarom reageer ik erop natuurlijk ook op. Het zwembad wordt al genoemd, nou, dat hebben we ook aangegeven. Maar goed, voor de rest wordt bijvoorbeeld ingestoken op IJsseldelta Zuid. Nou, we weten allemaal dat de middelen die daarvoor gebruikt worden ten laste komen van de hele grondexploitatie. Het heeft niks met de begroting te maken. Dat zijn heel andere zaken. Nou, dat is toch niet helemaal waar, want we betalen nu al de rekening van die grondexploitatie. Dat betalen we nu al de rekening. Daarom zijn we nu aan het bedenken van hoe kunnen wij gaan bezuinigen. Daar zitten ook elementen van die grondexploitatie in. Dat is nu het geval. En straks in de toekomst,
Over een paar jaar is dat nog veel harder het geval, als u dat... doorgaat met deze plannenmakerij. Ik ga even naar de heer Kneijdenberg, GWK, dan gaan we door naar de SP, Richard Bedeus, meneer Kneijdenberg. Nou, twee dingen, even richt in de zaal. U lijkt een oude wel, die begon ook altijd met twee dingen. Over de Koggewerf, kijk, we hebben een keuze gemaakt voor toerisme en dan zullen we daar ook natuurlijk geld in moeten stoppen. Alleen of dat inderdaad het volledige bedrag is, als je op een gegeven moment voor een keuze staat, we moeten bezuinigen op WMO of op de Koggewerf, ja, dan is zou voor mij de keuze. Als je echt voor zo'n harde keuze komt te staan, als er van landelijke wegen zo veel bezuinigen op ons afkomt, dan zou voor mij de keuze dan helder zijn op dat moment. En even richting de VVD, de heer Wever. De 1,2 miljoen uit de 2 miljoen ruim is bezuinigen uit het Rijk. En de 8 ton die overblijven is een groot gedeelte, is geld die we kwijt zijn aan afschrijven aan het grondbedrijf. Dus daar hebben we het al wel over. Dat we daar nu al geld voor moeten bezuinigen op andere dingen, op de zorg, op subsidies, omdat we op de grondbedrijf moeten afschrijven. Ga even naar de heer Bordeus. Ja, nou kijk, daar kan ik me volledig bij aansluiten. Kijk, het is natuurlijk zo, als gemeente hebben we de afgelopen jaren echt bakken geld uitgegeven aan grond. Nu zitten we met de gebakken peren, want nu moeten we ieder jaar afschrijven op gronden die gewoon grasland blijven. Dat is met dank gebeurd aan alle partijen die in de coalitie zitten. En nu moeten we gaan bezuinigen, we moeten daar eens 1.000 euro subsidie weghalen, we moeten daar eens even naar kijken. Dat zijn de grote gevolgen van de politiek van de afgelopen jaren. Dat wil ik toch wel even zeggen. We gaan door naar mevrouw Balland. Ja, dank u wel. Ik wil nog één kanttekening maken bij mijn enthousiaste reactie op de Koggewerf. Wat van belang is bij dat soort projecten is sowieso, we moeten die afweging maken, maar we zien het ook wel als een investering. En van belang is dat we niet alleen kijken naar een eenmalige bijdrage, maar als we dergelijke gebouwen gaan financieren, hoe zit het met de langdurige opbrengsten, zeg maar, met de exploitatie, kunnen we dat dragen? We hebben bijvoorbeeld misschien best wel veel gebouwen in bezit als gemeente, maar wat is de bezetting daarvan? Wij hebben altijd geageerd tegen het feit dat er een tweede tienercentrum komt in Kampen. De teken in IJsselmuiden is een groot succes. Er komt er ook een teken in Kampen. Daar zijn we niet op tegen. Maar wel dat je een nieuw gebouw zal realiseren wat maar 2 dagdelen in de week daarvoor beschikt wordt. Ga dan kijken of je een ander gebouw daarvoor kunt benutten. Ik denk dat we daar veel meer met slimmer kunnen zijn met de middelen die we hebben. Nog even een reactie op wat met name de heer Bodeus noemde, en ik hoorde ook een aantal andere oppositiepartijen daarover. Het is natuurlijk wel enigszins, nou ja, gekleurd zou ik het willen noemen, om te denken dat met het aantreden van het kabinet Rutte, dat we toen met z'n allen de vernieling zo'n beetje zijn ingegaan. Toen de verkiezingen waren, hadden alle politieke partijen al een bezuinigingspakket klaar, zeg maar, was de discussie, gaan we 16 miljard bezuinigen of gaan we 18 miljard bezuinigen, maar bezuinigd moesten worden. Dat lijkt me duidelijk. Dat is misschien ook wel. Daar wil ik natuurlijk nog wel even op reageren. Want sinds dat het kabinet Rutte er zit, is de economie echt er niet beter op geworden. En dat moet mevrouw Palland ook zeker kunnen onderschrijven. We zitten als het enige land in deze omgeving die in een recessie zit. Dat komt echt door de enorme bezuinigingskracht. Bezuinigen op sociale werkvoorziening. Daar is uw partij ook heel erg voorstander van, hè? Ja, dat moet allemaal. Ja, mensen achter de geraniums zitten. Nou goed, dat zijn keuzes die de SP in ieder geval niet wil maken.